natuurlijk iemand die een hoofdrol gaat spelen tijdens het toernooi. Want voor elke wedstrijd gaat hij een rondje lopen over het veld. Dan gaat hij met de kinderen praten en bewegen. En die gaat eigenlijk het grote symbool van het toernooi worden. De grote onbekende is Stocky. Hey. De mascotte van het WK Hockey in Den Haag. Storky kent iedereen al bij ADO Den Haag. Een hele gewaardeerde ooievaar die hier het publiek leuk enthousiast maakt. En dat je daar nu ja, toch op ludieke manier tijdens het WK een andere Storky hebt. Die namelijk Stocky heet en die ook alle kenmerken heeft van het hockey. Ja, dat is heel erg leuk. Vandaag kan Stocky voor het eerst kennis maken met het Kyocera Stadion in Den Haag. Daar waar over een jaar alles plaatsvindt. Voor Naomi van As een bijzondere plek. Nou, ik denk voor in eigen land is het natuurlijk al super bijzonder, want iedereen kan komen kijken en er is onwijs veel publiek. En je hebt natuurlijk zo'n groot stadion, dat is natuurlijk voor hockeyers al helemaal geweldig. En ja, voor mij dat ook nog eens in Den Haag is natuurlijk super bijzonder. Dat is mijn eigen stad en daar ben ik opgegroeid, dus het staat helemaal kicken. Den Haag is natuurlijk ook een echte hockeystad. Naomi van As komt hier zelfs echt vandaan geboren en getogen. En ja, dat we dat volgend jaar mogen doen, dat is voor Den Haag een hele mooie zaak. De hele wereld zal heel eventjes naar Den Haag kijken. En Stocky, klaar voor het WK?